Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een mooi voorjaarsbloemstuk maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke bloemschikken video's die ik maak. En er komt heel veel leuks aan, dus ik zou zeggen druk eventjes op die abonneerknop. En dan zou ik zeggen laten we gauw gaan beginnen. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. De pakketten gaan op het moment heel snel, dus het geld wel op is op. Maar elke week komen er weer nieuwe video's online. Dus als de eentje is uitverkocht, dan kun je heel snel weer een nieuw pakket verwachten. Goed. We gaan nu echt gauw beginnen. Ik vind het trouwens super leuk om al jullie reacties onder de video's te lezen. Dankjewel daarvoor. Ik lees ze allemaal. Ik probeer overal te antwoorden. Dat is heel erg leuk, wil ik even gezegd hebben. Vandaag gaan we aan de slag met echt een voorjaarsstuk. Heel erg leuk. Een stoere ondergrond. Voorjaarsbolletjes. Dus ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Vandaag maken we dus een heel mooi stoer voorjaarsbloemstuk. Heel erg leuk. Mooi ondergrond. Ik gebruik hiervoor een ondergrond van Oase waar al een plastic schaaltje onder zit. Heel handig, die past er precies in. Dus dat zorgt dat het niet lekt en dat is fijn in deze bak. Dit zijn trouwens kaarsen, heel erg leuk. Je kan ze eventueel ook echt branden. Het is haar zonde, want ze zijn echt prachtig. Ze staan ook los in onze webshop. Maar ik ben er echt wel een beetje verliefd op. En ik vind het wel leuk om dan hier een beetje een nestje te maken waar dan sowieso eentje daarvan in kan zitten. Ik gebruik daarvoor een beetje Tillandsia. Heeft veel mos ook leuk. Ja, kijk. En deze vind ik dan leuk om er net een beetje zo naast te doen. Het is misschien wel leuk dat ze naar elkaar toe kijken. Maar dat kan je dan zelf eventueel bepalen. Zet er gewoon los op. En dan komt hier straks het bloemstukje op. Allereerst doe ik aan de zijkant van het steekschuim wat galaxblad. Dan kijk je niet het schaaltje in. Zo. En daarbovenop doe ik een klein beetje mos. Dan kan daar het kipje op staan. Eventueel kan je ook aan deze kant nog een beetje mos doen. Dat kan ook leuk lijken. Maar dat kan je zelf bepalen. Kijk, staat de in iets hoger. Dat vind ik een leuk effect geven. Dan gaan we ook een beetje in de hoogte werken met de bloemen. Mooie katjes, echt voorjaar. Die breng ik op twee verschillende hoogtes aan. Eentje net iets korter dan de ander. En dan heb ik mooie Crasperia bolletjes. Daar doe ik hetzelfde mee. Hier creëer je ook gelijk mooie diepte mee. En dan vind ik het ook leuk om een bolletje erin te verwerken. Daarvoor gebruik ik narcisjes, want die vind ik heel leuk in het stuk staan. Je kan ze even op een prikketje zetten en dan kan je hem gewoon in het steekschuim steken. Maar ik vind het ook leuk om eventjes her en der wat achter het kipje en het haantje te doen. Zodat daar mooi... Ja, ik vind echt een beetje zo'n stil leven heel erg leuk. Ik vind hem nu al leuk. Fantastisch. Het is echt niet moeilijk om te maken deze. Dan gebruik ik wat roosjes. Die stop ik er wat korter in. Eventueel kan je ook wel prima wat hoogte gebruiken. Dus je kan bijvoorbeeld ook een roos iets hoger doen. En dan heb ik mooi wat hypericum. Die splits ik. Ik kan hem ook in één keer gebruiken. Net afhankelijk van hoe jouw tak is. Oh, kijk hoe fantastisch dit nu al is. Jongens, heel erg leuk. En in de hoogte gebruik ik ook zuidenwindlelies. Ornithogale. Ik
Ik vind deze qua kleuren altijd heel mooi bij staan bij het gele. Hou ik wel van. Het is echt geen moeilijk stuk, maar wel echt een super leuk stuk. Heel leuk om op een tafeltje of een kastje te zetten. Een mooie distel. Dan heb ik nog een mooie witte anje. Nog een Prosperia iets lager erin. Ik vind die gele kleur er heel erg leuk bij. Normaal ben ik helemaal niet zo weg van geel, maar zo vind ik het echt prachtig. Dan heb ik nog een disteltje over, die geef ik ook een plekje. En om het mooi spruiterig te maken, wat visjesgras, heel erg leuk zo ertussen. Echt een heel leuk bloemstuk. Dan kan je om het nog even af te maken wat eitjes toevoegen. Wat kattereitjes. Heel erg leuk. Zo bij elkaar. En dan heb je echt een heel leuk voorjaarsstuk. Totaal geen moeilijk stuk. Maar door op deze manier met hoogte te werken. En naar het materiaal te kijken. En ook door bepaalde kippen. Of misschien wel leuke eieren toe te voegen. Kan je echt een heel mooi bloemstuk maken. Het past gewoon zo heel in het geheel. Dus ik vind hem echt heel erg leuk. Super leuk om neer te zetten. Leuk voor het voorjaar. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je onder kopje cursuspakketten. Ik vind het een heel leuk, vrolijk voorjaarsbloemstuk. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!